Wat je hier ziet, best wel flinke botvorming. Ja. Dus er zit echt nog wel veel groei in. Oh, hij gaat nog groeien. Ja, hij gaat nog wel groeien. Je gaat hem natuurlijk voelen. Ik ga even voelen. Nou, dan gaan we weer gewoon palperen, wat we altijd doen. Even kijken wat we in de vingers hebben, hè? Nee, heb je al een beetje voor jezelf een bepaald ritme in gedachten? Wat een beetje bij jullie gaat passen om hem op te bouwen? Hoe vaak werd hij daar gereden, weet je dat? Ja, 3 keer volgens mij. Oh ja. Maar dan alleen 3 keer springen? Ja. Of de dressuur was dan cavaletti training. Maar ja? Eigenlijk altijd springen. Dus dressuurmatig werd hij helemaal niet gereden? Nee. Oké. Nou ja, mag jij dat lekker gaan doen? Ja, ook leuk. Ja toch? Fantastisch. Nou, ik vind het eigenlijk wel fijn. Ja. Want met dressuur kan ik hem dan in mijn eigen hand zetten. Ja. En springen kan die. Dus dat is eigenlijk precies top. Eigenlijk is het fantastisch. Ja. Niet bijten. Hij heeft natuurlijk wel een klein beetje atrofie op zijn rug. Maar die atrofie op zijn rug komt denk ik eerder door de training. Ja. Als doordat hij bijvoorbeeld een te krap zadel op zijn rug heeft gehad. Oh. Want hij heeft totaal geen drukplekken hier. Kijk maar. Ja. Ook aan de andere kant niet. Ja, dat is wel echt fijn. Ja, is echt fijn hoor. Hij voelt ook heel fijn. Hoe je dit noemt is natuurlijk, het is gewoon een bloot paard. Ja. En wat asymmetrisch in zijn bespiering. Maar dat is prima. Nou. Dat is alleen maar fijn. Want daar kan je wat mee. Ja. Daar kan je mee werken. Nou, we gaan kijken. Wat ik net al tegen Tess zei, wat gunstig is. Is dat hij een steile schouder heeft en geen schuine schouder. Want hij wordt natuurlijk veel grover. En met het aanmeten is dat mooi meegenomen. Zodat die boompunten van het zadel niet bij de schouderblad in de weg gaan liggen. Want dat is met springen natuurlijk sowieso altijd anders dan met dressuurrijden. En qua inchmaat komt hij toch uit op de 17. Ja, vriend. Je moet helemaal van zuchten. Hè? Dan heeft hij eigenlijk maar een halve inch groter dan Blondie of 1 inch. Ja, het ligt er een beetje welk merk. Als je sommige merken, het klinkt heel gek, maar dan is bij de ene merk is een 17,5 inch is eigenlijk een 17 inch. Hoe ze vallen, net zoals met kledingmaten eigenlijk. Yeah. Dus je moet het ook een beetje kijken van hoe valt het op zijn rug qua lengte. Ja, maar Blondie was inderdaad wel een heel ander type paard. Ja. Hij is veel compacter als Blondie. Even wennen aan die naam, hè, Cherito. Ja. Ja. Ik vind het ook... Ben je nog op zoek naar een andere naam, of niet? Nee, die man die hem gefokt heeft, is zo trots op zijn paard en op zijn naam. Oh. Dus hij heet Cherito DVZ. Ja. En DV staat voor de achternaam van die man. Oh, ja. Dus ik hou het gewoon op Cherito DV. Oké. Maar ja, hoe ga je dat af... Rito. Rito. Of Rico. 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 Ik weet niet of Rico past bij hem. Ja. Ik vind Rito wel leuk op het moment. Cheerio. Cheerio. Ja, dat vindt mijn moeder heel leuk en Cheerio. Daarom vind ik het niet leuk. Oh. Nou zeg. Het is niet zo onaardig. Cheerio. Cheerio. Nee, het vloept niet lekker uit mijn mond. Oké. Okay. Nou, let's try. We gaan proberen. Ik krijg nog wel... Doe je het met een krukje op of ga je zo op? We hebben geen krukje. Oké. Okay. Ja. Yes. Ja, braaf. Ja, ik hou, zolang jij zegt hou vast, hou ik vast. Ja, ik heb hem. Oké. Moet ik zo misschien nog even singelen, Tess? Ja. Ja, ik vind het fijn. Ja? Ja. Wat even belangrijk is om mee te nemen, is als je natuurlijk in de toekomst wat verder bent met hem. Ja. Is dat je natuurlijk wel serieus gaat springen, hè? Ja. Dus je moet je eigen goed veilig voelen. En het, eventing, cross, SGW. Springparcours, dat je zeker weet ook wel, dat je durft te voelen al, heb ik hier wel geen voldoende support aan. Ja. Dat is wel belangrijk wat je eventjes mee moet nemen in je gedachten. Ja. En ik weet zeker dat jij dat wel in kan vullen. Ja. Ook als dat niet zo is. Ja. Nee, voet. Ik heb niet het gevoel dat ik er in één keer uit... Gelanceerd word. Ja. Ik weet het ook niet wat er allemaal overkomt. Nee, hè? Alles in anderhalve week tijd. Hij moet het allemaal maar doen. Goed zo. Prima. Grote sprong heeft hij. Dat is mooi. Mooie afdruk. Nu al. Ja, dat zie je. Ja. Dat is een top zadel. Ja. En het is wel weer anders als je zadel van Blondie, hè? Ja. Ja.
Het is weer een nieuw model deze. Kunnen wel fijn. Ja, ja, blondische zadel zou ook niet eens erop passen, dat model. Nee. Nee, deze is echt heel fijn. Ja. Hey, we gaan... Ik denk dat we hem al hebben. Ja. Maar we gaan voor de beeldvorming toch eventjes ook nog een ander zadel proberen. Ja, is goed. Als je knievrongen hebt met glitterband, ja, dan haal ik ze wel eens eraf om een andere maat erop te zetten. En als ik dan bij een dressuurpaard sta, dan zeg ik, oké, gaan we het doen of gaan we het niet doen? Weet je het zeker? En dan heel zachtjes. En dan zie je dat paard echt, wat gaan jullie doen? En bij sommige paarden durf ik het sowieso niet. Nee. Dan zeg ik, kom er maar eerst even vanaf. Die zijn daar zo gevoelig voor. Wat we dadelijk wel mee gaan nemen in zijn ontwikkeling is dat hij na natuurlijk, hij is nu asymmetrisch bespierd. We gaan altijd uit van een rechte rug, rechte lijn. Maar dat is natuurlijk ook een utopie. Dus we kijken nu even niet naar zijn asymmetrie. We kijken nu gewoon naar de beste fit voor hem en voor jou, voor later. En vanuit daaruit, als we daaruit zijn, dan gaan we kijken van wat kunnen we doen qua aanpassing. Misschien dat we er nog een petje onder doen. Om te kijken of we jou kunnen helpen met het trainen van hem, die symmetrie. Maar dat doen we daarna. En dan een petje in de zin van... Nou, we gaan hem niet scheef maken met de pet vullen. Scheef vullen doen we niet. Ja. Want dat heeft totaal geen nut voor hem. Want hij heeft geen blessure, niks. Ja. Het is puur trainingstechnisch. Ja. Maar wat we wel gaan doen, wat we kunnen doen, is voor hem het zadel iets van zijn rug afhalen. Ja. Waardoor je niet indirect contact hebt met de rug. Waardoor zijn rug makkelijker kan ontwikkelen. Dus eigenlijk was het heel goed dat ik de laatste tijd met een petje reed. Ja, zeker. Ja. Want als je een paard hebt, net zoals hoe hij nu is, zo bloot, zo noemen we dat. Hij is natuurlijk asymmetrisch, maar hij is ook bloot. Ja. Dus je zit vrij direct op zijn rug in te werken. En als we juist die rug wat ruimte geven, dan kan dus hij dat zich hij wat beter kan opbollen en op ontwikkelen. Dus eigenlijk zonder zadel rijden. Nou ja, zonder zadel heb je wel weer je zitbeenknobbels die eigenlijk ook weer direct inwerken. Gaan we bergbekpet rijden? Nee hoor, dat hoeft niet. We gaan gewoon met zadel rijden. Ik zeg, doe er maar anders voor. Nee, het gaat gewoon niet meer vast. Ja. Kijk, zie je dat hij die spanning opbouwt nu? In de rechterkaak. Geef niks hoor. Hoort even bij de training. Komt allemaal goed. Niet doen. Zie je, wordt hij ook wat... uit de onbalans nu. Gaat hij een beetje met zijn benen lopen zwabberen. Hij gaat zelfs een beetje stampen van voren. Iets minder goed van achter naar voren. Rechtsom, omdat hij er nu zo uit balans is, hoe je dan kan zitten en kan volgen in zo'n houding. Ja. Want nu heb je daar wel profijt van. Ja. Want als je een open zitten hebt, dan ga je toch snel alweer zelf zo zitten. Ja. Omdat je hem dan eigenlijk goed in balans wil krijgen. Dus dan ga je zelf wat meer kruipen in je houding. Ja. En nu blijf jij in de perfecte positie zitten op zijn rug. En ook qua lengte, qua been. Dus je kan nu zelf niet gaan kruipen om te gaan werken met hem. Ja. Zullen we het proberen, Tess? Gaan we ervoor? Ja, ik denk het wel. Ja, ik moet er wel echt even aan wennen. En, maar ik denk dat we wel ver kunnen komen. Ja. Ik hoop het. Zeker. We gaan ervoor. Yes. We gaan er wat moois van maken. Suus, heel erg bedankt voor het op- en aanmeten. Graag gedaan, meisje. Ik ben er heel erg blij mee. Goed zo. Kunnen we weer verder. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Zoek je nog goede zadelmaker? Suus! En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei doeg!